missie? Ja. Nou, mijn missie is denk ik, de belangrijkste is dat er iets is er doorgegeven via Majumi Roshi naar Genpo Roshi, naar mezelf. En nou probeer ik dat iets probeer ik graag door te geven. Ja. En dat noemen we de essentie. Daar zeg je natuurlijk nog niet zoveel mee, want niemand weet echt wat het is. Maar het is eigenlijk toch wel heel duidelijk of iemand het doorgeeft of niet. Mm-hmm. En ja, ik zie mijn taak om die essentie door te geven. Heel erg pioniers. Mm-hmm. Dat kan je misschien hier op het Groningse platteland ook wel voorstellen. Kijk, een boeddhistische tempel hier in Noord-Groningen is op zich al natuurlijk een uitzondering. Ja. En ik denk dat boeddhisme überhaupt in het Westen eigenlijk nog maar in de beginfase is. Mm-hmm. En dat geldt dus ook voor ons. Dit is een Japanse traditie. Ik heb mijn opleiding helemaal in de Verenigde Staten ontvangen. Nu is dit in Nederland. We zijn eigenlijk pas de eerste of de tweede generatie die dit echt helemaal doet. Ja. En ja, wat dat dan voor weerslag zal hebben op de maatschappij of de cultuur. Hoe dat in elkaar zal vloeien, dat weten we eigenlijk nog niet. Dus wij zien onszelf echt als een experiment. Ik ben soms heel bezorgd hoe zal dit nou voortbestaan? Van hoe gaat dit door? Het is nogal wat, van Japan naar de Verenigde Staten naar hier. En aan de ene kant heb ik daar het volste vertrouwen in. Soms maak ik me ook een beetje zenuwachtig. Van wordt die essentie wel echt bewaard gebleven? En dan zou ik graag mijn leven eraan willen geven om dat dus te bewerkstelligen. Spiritualiteit, de meditatie, de spirituele oefening is toch vooral een bij jezelf te raden gaan en iets daarin tegenkomen van het oneindige, het eindeloze, wat wij Boeddha noemen. En het wordt natuurlijk in verschillende religies en verschillende culturen anders verwoord, maar eigenlijk gaat het altijd over hetzelfde. Van dat er iets is wat in ons leeft en wat in alles leeft wat is, dat we wel niet kunnen benoemen, maar waar we heel duidelijk contact mee kunnen maken. En dat is dus spirituele oefening. In onze traditie is dat zazen. Dat die ervaring, hoe dat die vertaald wordt of verwerkt wordt in ons bestaan, soms denk ik wel eens dat we dat maar religie moeten noemen. Experience can show you that if you do things that are good for a whole situation, just makes you more happy. And things you only do for yourself just don't make you so happy. We've noticed that you can only see how rich you are when you start giving. And in fact, Dogen Zenji addresses that point here, that if we would wait until supreme Anuttara Samyak Sambodhi, that means supreme, unsurpassed enlightenment,
before I could manifest my true nature, tja, most of us will have to wait some time. What do we do until then? And in fact, he urges us here to not wait. That whatever our realization is in this very moment, you could learn to express. I think we talked about that yesterday too. Huh? De meditatie die heeft vaak tot gevolg dat we ja, dit leven eigenlijk meer gaan waarderen. En daar willen we uitdrukking aan geven. Dus een dienst, de dienst die wij doen, is eigenlijk een uitdrukking van waardering. Voor wat we doen, voor dit leven. Ook een uitdrukking van waardering voor de traditie die dit gaande heeft gehouden. Because if you look deeply into yourself, you see there is not such a thing called me. It doesn't take a genius to see that. It only takes a brave person to accept it. Sometimes I think that anybody who sits down and looks in, I mean, kids can do it. They see their true nature. I've tried it with kids. They see it perfectly well. But then, of course, they forget and we're wise enough to ignore it or not trust it. Dit ziet er misschien voor mensen die hier zo binnenlopen heel Japans uit, maar dat is heel betrekkelijk. Mm-hmm. In Japan zou dit een klooster zijn waar eigenlijk vooral toch monniken wonen, voor een mm-hmm. tijd in ieder geval. En waar je dan bijvoorbeeld ook geen vrouwen zou zien. Er zijn mm-hmm. aparte vrouwenkloosters. Dus het feit dat mannen en vrouwen samen trainen hier en het feit dat ingewijde monniken en leken samen eigenlijk dezelfde training min of meer doen, dat zou je ook niet zo makkelijk in Japan mm-hmm. vinden. How is it to be married with a monk? Oh, well, quite easy because I'm one too. So, no, there's no problem. Nou, het is inderdaad zo dat in de zen-traditie het vrij gebruikelijk is, in Japan althans, voor monniken om te trouwen en een gezin te stichten zelfs. De meeste tempelpriesters die wij kennen zijn getrouwd. Ja. Er zijn er wel die niet getrouwd zijn, maar dat is dan ook min of meer hun eigen keuze. Dus het is vrij algemeen. En die traditie van zen is ook naar het westen gekomen. Mm. Nou zijn er wel weer eigen vormen voor. Ik weet dat er zen-kloosters zijn in het westen waar celibaat verwacht wordt van de mensen die tot monnik gewijd zijn. Maar in onze traditie is dat niet. Mm. Dus wij volgen eigenlijk gewoon de Japanse traditie waarbij dat dan kan. En waar staat voor u het monnikschap voor? Ja, dat is een goede vraag. Daar zijn we eigenlijk steeds mee bezig. Dat ligt dus niet zo heel erg vast in onze traditie. Je zou kunnen zeggen van ja, het is iemand die zich helemaal wijdt aan deze training. Maar dan kan je afvragen, moet je daar nou monnik voor worden? De grenzen zijn eigenlijk een beetje vervaagd. Mm. En dat is op zich heel interessant, want dat betekent voor ons bijvoorbeeld dat we een trainingssituatie kunnen scheppen waar zowel monniken als leken gewoon samen kunnen trainen. Terwijl dat in het oosten veel lastiger is. Is dat veel meer ja, twee verschillende werelden. En de werkelijkheid van onze moderne tijd hier in het westen, die laat zien dat mensen samen willen trainen, maar we willen toch ook niet die monniksinwijding zomaar opzij zetten. What struck me when I first got into this practice was the sense of coming home. And that's why I took the window of opportunity to leave. And once I experienced this feeling of coming home, I didn't want to go back anymore. Mm-hmm. And then as the years have progressed, it's always felt like how to deepen my commitment to the place and the practice, and taking ordination has been one way for myself to express that. Mm-hmm. So that would be something that's been always very strong for me. Mm-hmm. I don't know what it means to be a monk. I don't really understand why, but I know it's the commitment, my way of expressing my commitment to the practice and to the Dharma. De zen-training heeft eigenlijk allerlei
ingangen. En zazen, de zittende meditatie, is daarvan de belangrijkste. Zoals ik al zei, dat is onze basis. Maar eigenlijk kan elke activiteit kan de activiteit van de Boeddha worden. Als je daar helemaal in gooit, als je daar helemaal aan overgeeft. We zeggen dan als je jezelf vergeet. Dus de meditatie is niet alleen beperkt tot die zittende meditatie, maar eigenlijk is elke activiteit een meditatie in de zin dat je jezelf kan vergeten, dat je één kan worden met wat je doet, wat dat dan ook mogen wezen, of dat nou de vloer vegen is of groente snijden. En ja, dat kan een eenwording bevorderen die ongelooflijk is. Mm-hmm. En het is een beetje mal soms van wat er kan gebeuren. Een beetje ongelooflijk eigenlijk wat er kan gebeuren als je gewoon een wortel snijdt. Daar kan dus iets gebeuren. Er kan iets gebeuren dat je het zelf voelt wegvallen. En ja, dat is eigenlijk iets onbeschrijfelijks. We hebben geen enkele subsidie of zo daarvoor gekregen of gebruikt. Het is allemaal de sangha, wat we de sangha noemen. De mensen die hier dus vaak komen, die zich hierin herkennen, die daar aan bijgedragen hebben. Ja. En dat geldt voor zowel de aankoop van het pand als de afbetaling en het onderhoud. Nou, we hebben allerlei zaagmachines, maar dit is zo'n grote boomstam. En daar gaan we een... ja, dat is het. Eigenlijk een Japans tempelinstrument van maken. Dat heet een chuchin. En dat is een soort van hoge drum waar met een soort met een stukje hout op geslagen wordt. Mm-hmm. En we wilden dat eerst van massieve blok maken, maar dat werkte niet zo goed. Dus toen is besloten om dat uit stukken te maken en dat vereist deze activiteit. Ik heb gehoord dat het kostte 2 uur om het erin te gaan. Ja? Daar kan hij ook niet spijt gaan. Ik denk dat ik nog nooit zo gelukkig ben geweest als de laatste tijd. Ik voel me gewoon beter in mijn vel en gelukkig met mezelf, denk ik. En daarmee met mijn omgeving. Ik kan makkelijker reageren op wat er allemaal gebeurt. Ik denk dat het door de training komt. Regelmatig zazen en werken met de leraar. Altijd het gevoel van dat mensen het in essentie niet slecht bedoelen, maar dan gaat het toch heel vaak mis. He, dus in die welzijnssector of ik zat in de milieubeweging, er zijn heel veel mensen die het goed voor hebben met de wereld, om het maar zo te zeggen, en dan heel snel met die ideeën daarover met elkaar dan in de clinch komen. Hier krijg ik steeds opnieuw bevestigd dat de intenties goed zijn, dus dat mensen inderdaad wel het goede voor hebben of goede zin hebben, maar dat het er dan misschien wat ongelukkig uitkomt. Mm-hmm. En dat naarmate je een tijdje wat stiller bent, en dan lukt het mij misschien beter als het iemand anders niet lukt om dan even geduld te oefenen. Ik was kunstschilder en ik had een opleiding en ik had een baan. En mijn ouders hebben me altijd laten doen wat ik wilde doen. Ik kon niemand ergens eigenlijk de schuld van geven. Van waarom ik me nou voelde zoals ik me voelde. En het was duidelijk alleen dat ik iets anders moest dan wat ik deed. Wat heel vreemd was, want wat ik deed vond ik eigenlijk toch heel leuk. En toen heb ik een tijd gewacht totdat ik het dan misschien minder leuk zou gaan vinden. En dat kwam niet. En toch voelde ik dat ik eigenlijk iets anders moest doen. Dus er was een soort drive die me andere kanten opstuurde.
En op een gegeven moment ben ik tegen Zen aangelopen in Engeland. Mm-hmm. En heb daar verschillende trainingen gedaan. Maar het werd me na een tijdje duidelijk dat als ik dat echt serieus wilde aanpakken, dat ik misschien toch verder moest. Ofwel naar Japan, ofwel naar de Verenigde Staten, waarvan ik wist dat daar Japanse zenmeesters zaten en dat daar grote centra waren. En dat was eigenlijk heel bijzonder, dat is heel cruciaal geweest. Want wat er gebeurde was dat, ik zag daar Majumi Roshi, een Japanse aristocraat, zeg maar. Iemand met een hele verfijnde smaak en een hele, een soort geleerde toch ook eigenlijk. Iemand met een geweldige achtergrond. En Genpo Roshi, die een heel andere persoonlijkheid is. Heel dynamisch, heel sportief, heel Amerikaans. En wat ik nou zo bijzonder vond, was dat ik kon zien dat diezelfde leer, die dharma, dat die vertegenwoordigd werd door zulke verschillende persoonlijkheden. Dus toen dacht ik van nou, als dit nou lukt om dit door te geven van een Japanse zenmeester naar een Amerikaanse sportman, dan is er misschien ook nog wel een kans voor een Brabantse kunstschilder. Een van de dingen die me altijd enorm getroffen heeft in zowel Majumi Roshi als Genpo Roshi, met name in hun relatie met andere mensen, van hoe dat ze andere mensen volledig tot hun recht kunnen laten komen. Dat zij een situatie creëren waarin andere mensen echt hun eigen gezicht kunnen laten zien. En er gebeurt ook iets met de mensen met wie ze in aanraking komen. En dat is een soort van intimiteit die tegelijkertijd heel aantrekkelijk is, maar ook wel een beetje eng. Waarbij dingen zichtbaar worden die anders niet zo zichtbaar worden. En ja, ik persoonlijk vind dat fascinerend. Bent u al achter het geheim gekomen wat zo'n lineage nou eigenlijk is? Ja, ik ben nu meer zelfstandig natuurlijk, wat nog steeds een beetje nieuw voor me is, want ik ben zo lang een volgeling geweest, en in zekere zin nog. Maar nu ben ik natuurlijk meer zelfstandig, moet ik mijn eigen beslissingen nemen. Is ook een grotere verantwoordelijkheid. Nu voel ik eigenlijk die draad met de lineage, gek genoeg, steeds sterker. Het lijkt wel alsof dat dan je ook steeds op weg zet of zo, een bepaalde richting in, duwt is niet het juiste woord, maar een bepaalde richting geeft. Ja. En ik begrijp die lineage niet echt, ik begrijp dat niet, maar ik voel het wel. Of course, this is all for the purpose of finding our true nature. And as I say, that's the first step. Really doing that, really meeting the self. And as Dogen Senji says, and this is beautiful the way Dogen Senji puts it, we put the step inward. Take the step inward. Turn around, take the step inward, and stumble into the realm of great ease. And it's beautiful, because truly we stumble into the realm of great ease. We're looking, we're desperate, and suddenly we find it. But, of course, we have no clue what we're looking for, so we stumble on it. We just... Are you a monk? No, I'm a lay practitioner. Uh-huh. So I have a wife and two kids, and I've been practicing Zen now for, I think it's 8 years or something like that. Yeah. Uh-huh. And yeah, I've always been
let's say, out there in the world, you know. Zo gauw je leek zegt, dat klinkt eigenlijk niet zo goed. Dus we zijn heel hard op zoek naar een andere terminologie. Want een leek, ja, dat lijkt dan zo te staan voor iemand die het niet helemaal kan of doet. En daar ben ik het dus niet mee eens. Ik heb bij meester Engo twee namen gevonden waar ik eigenlijk op voort zou willen beduren. En die stelt dat sommige mensen zijn householders en andere mensen zijn home leavers. People ask, how do you put Zen into your everyday life? Well, very simple, you practice every day. So you wake up in the morning and you do Zazen, like you would do it here. So I get up, I sit, as I say, for 2-3 hours in the morning. And then with that, so you pick up your samadhi every day and then you go out there. And the interesting thing is, what happens is, of course, that everyday life situations try to pull you away from your samadhi. And you have an energy that is called samadhi that is within you. And then the everyday life situations try to pull it away from you. You can do two things at that moment. You can start chasing them. And if you chase them, you start losing your samadhi. At the same time, you start losing your energy. Things get more complicated. Mm-hmm. And you keep on chasing things. What you can really practice is, I'm not going to move. That doesn't mean you're not physically moving. You're doing what you need to do, but from the inside. Somebody can be very stressed and start telling you that these things are happening. And then you can get in tune with that stress, start worrying and start thinking, oh my God, should I do this, should I do that? Or you can just look at the worry, look at the stressed person and go, I'm not going to go there. Mm-hmm. I'm just going to sit here and see what the situation is and see what I need to do to fix it, if I can fix it. If I cannot fix it, then not do it. But I'm not going to be moved by my worry or by the stress of the other people in order to make that decision. So sometimes you realize that if you don't do anything, whatever happens will be fixed by itself. Other times you realize that the decision you have to make, you just make it. And because you are not attached to the fear of making the decision, you just do it. I use my mobile, so every 30 minutes I put an alarm there that says, wake up. So every 30 minutes, you know, you're in the world and things start pulling you, and every 30 minutes it rings and go, wake up, and you go, oh, I forgot. Go back in again. Do not be fooled by others. Spirituality is to say, I need help. I cannot do it by myself, you know. I mean, if there is a spirituality where you say, no, I can do it myself, it's then the ego who is ruling spirituality. So to say, I cannot do it, I need help, I think that's a very important step. And once you decide that you need help, to find a teacher is really extraordinary. And for me, he is just the person who is on the practice continuously telling me, no, just this way, this other way, and because truly by yourself, you just cannot do it. You cannot. You a lot of times I think, wow, yeah, this is it. And it's good to have somebody that says, no, that's not it.
And of course, Sensei, thank you very much for being my teacher and for creating such a place where we can train our life. Because I think this is very, very important. We don't come here to a monastery to isolate ourselves from life. We come here to train our life. And what I have discovered in this month, because before, you know, I was coming for myself, you know, I come here. Maar wat ik vooral spannend vind, is om te werken met wat ik tegenkom. En kijken wat dat dan te bieden heeft en wat ik daarmee kan. En ik heb geleerd, geloof ik, de laatste paar jaar vooral, hoop ik, dat ik daar meer op kan vertrouwen dan op mijn eigen ideeën zogenaamd. Alsof die dan zo nodig moeten of zo. Dus uitgaan van wat er zich voordoet. Maar zou je kunnen zeggen dat hij eigenlijk ook door de essentie geleid wordt? Ja, dat is zo. Dat klinkt een beetje religieus, maar eigenlijk is dat zo. Ja, iets drijft me. Iets zegt tegen me van, nou, ga je, doe dat nou maar. En soms moeten we beslissingen nemen, die zijn soms lastig. Dan zeggen we, nee, dan doe dat maar. En ik denk dat via de meditatie die we doen, krijg je denk ik gewoon meer vertrouwen in dit leven, zoals het zich aan je voordoet. Dat de dingen die op je pad komen, ja, dat je daar iets mee kan. Mm-hmm. Hoe moeilijk die soms ook eventueel kunnen zijn. Mm-hmm. Ja. Je bent geraakt, geloof ik, hè? Mm. Ja. Ja, het doet me heel veel. En ja, dat dank ik natuurlijk, hè, aan mijn leraar. En alle leraren voor hem. En dat dank ik natuurlijk ook aan, ja, de mensen die hier willen zijn. Want dan zie ik dus... Net zoals wat Simon net zei, dan zie ik dat er iets doorgegeven wordt. En dat dat soms in allerlei vormen natuurlijk geuit wordt, maar dat gebeurt. En als ik iets zou willen, als iets mijn missie is, dan is het denk ik dat. Le temps d'apprendre à vivre, il est déjà trop tard, qu'il pleure dans la nuit, nos cœurs à l'unisson, ce qu'il faut de regret pour payer un frisson, ce qu'il faut de malheur pour la moindre chanson, ce qu'il faut de sanglots pour un air de guitare, il n'y a pas d'amour. Wilt u dvd's bestellen van onze programma's? Bel dan 040 282 0022. Als u meer wilt weten over onze uitzendingen, vraag dan de gratis programmagids aan op nummer 035 677 1611. Of kijk op www.boeddhistischeomroep.nl.